Dit is een nieuwjaarsreceptie, het is bijna te laat, maar ik doe het toch. Ontzettend goede en beste wensen voor het komende jaar. En ik hoop dat we elkaar in goede zin heel veel tegenkomen. Dank u wel. Nee, nee, nee. Dit besluit dan. Heel duidelijk staat er een 14 jaar aan. Ja, dat is een hoop. Dat hebben we hier. Nou, ik heb dit oude zakhorloge ingebracht en een oud muziekinstrument. En hoe kwam u aan die instrumenten en aan die spullen? Dat zakhorloge, dat is een familiestuk. Want dat is van mijn opa geweest. Dus dat is al zo'n 150 jaar oud. En het muziekdoosje? Dat heb ik ooit 20, 25 jaar geleden is gekocht van iemand. Als curioza. En hoe oud blijkt dat te zijn? Ik denk ook zo'n toch wel een 150 jaar oud. Andere tonnen. Ja. Nou, dat er ooit iets zuurs in heeft gezeten, is absolute onzin. Want er is koper, dat zou aangetast worden. Er zit lood in, dat zou aangetast worden. Dus dat is het niet. Heeft er misschien ijs in gezeten, want ze hadden ijskelders. En dan had je een voorraadje ijs in huis. Was het ook niet. Ik heb meneer Beekhuizen de foto gestuurd. Ja. En hij zei, het is een tabakspot. Ik vond het heel erg leuk. Ja, er waren echt hele mooie dingen bij. Het programma heette zo. Nou, er was ook heel veel pruttel, maar er waren ook hele goede stukken bij. Ja, en dat was heel erg leuk. En Gijs Stork en Kokkie Mulder deden dus, waren ook jury. Nou, zij zijn hele echte rommelmarktverkopers. Nou, en wij hebben dus een schilderij, of onze zoon heeft een schilderijenwinkel en ik heb mijn hele leven getaxeerd. Dus ik vond het wel leuk om nu als AOW'er nog een beetje mee te doen. Ja, ja. Eigenlijk, ja. En wat vond u het meest bijzondere? Vanavond? Nou, ik vond die rare koperen pot vond ik echt heel erg mooi, waarvan we allemaal niet weten wat er nou precies is geweest. En verder, ja, er was een hele gekke muziekdoos. Een hele bijzondere oude met een rol. Maar ja, daar was niet het papier bij. Ja, dan kun je er niks mee. En dat vind je ook niet meer, denk ik. Maar goed, je moet nooit de moed opgeven. Als ik het een keer tegenkom, dan zal ik de meneer zeker waarschuwen.